Er heeft ooit iemand een bloemkool gevonden en die dacht van, hé, dat is lekker. En die is daarmee verder gegaan en die moest er echt ontzettend zijn best doen om weer ieder jaar zaad daarvan te krijgen. Nou, echt, ik kan er niet bij dat iemand dat bedacht heeft. Is genetische manipulatie van planten een goed idee? De Universiteit van Nederland presenteert plantenfysioloog professor Dr. Michel Haring. Tja, een serie over planten is nooit compleet als we het niet hebben over genetische manipulatie. Het kan zijn dat u geen idee heeft wat dat betekent, maar alsnog gaan we het daarover hebben. En voornamelijk het woord manipulatie is denk ik wat voor veel mensen een beetje de interesse of de afkeer oproept. Nou, als we het dan toch over manipulatie hebben, dan wil ik wel eerst even beginnen met wat manipulatie van onze cultuurgewassen nou inhoudt. Ik heb hier twee tomaten. Ik zal niet de quizvraag stellen wat is de wilde en wat is de gecultiveerde tomaat. Maar u ziet, hier is duidelijk gemanipuleerd. Of wij zijn gemanipuleerd door deze tomaat. Deze tomaat, een vleestomaat, dit een wilde tomaat, die verschillen duidelijk van elkaar. De manipulatie van gewassen, van datgene wat wij eten, onze cultuurgewassen, is dus al begonnen op het moment dat wij dachten van, hé, dat is een interessant gewas. Laat ik daar eens wat van maken. Die gedachte was er natuurlijk niet. Maar men is begonnen met het domesticeren van wilde planten duizenden jaren geleden. En dat is een ontzettend interessant vakgebied, omdat wij daar vaak helemaal niets van weten. Hoe kan je nou een plant domesticeren? Maar als je hiernaar kijkt en je kijkt daarnaar, dan zie je al dat er een aantal eigenschappen zijn waarvan je zegt van, oké. Als ik nou iets moet domesticeren, dan moeten die planten wel wat hebben. Nou, laten we daar eens even over nadenken. Wat is nou een handige eigenschap voor een plant om te hebben, zodat je gedomesticeerd wordt? Een vrucht. Dat is een interessante eigenschap. Smaak. Hij moet lekker smaken. Liefst. Voedzaam zijn. Kleur. Groot moet die zijn, want je wilt natuurlijk met weinig werk zoveel mogelijk te eten hebben. Cultiveren of domesticeren is dus voornamelijk ook een geval van opbrengst. Nog iets, als je aan granen denkt. Ziekteresistent is een interessante, ja. Hoeveelheid, houdbaar. Nou, de lijst is lang. Degene die uiteindelijk ook belangrijk is voor granen is, het moet makkelijk oogstbaar zijn. Want als je wilde grassen bekijkt, die gooien hun zaadjes liefst zo ver mogelijk van zich weg. Want dat was het doel. Als je dat allemaal één voor één moet gaan oogsten, is lastig. Dus als het aan een aar blijft zitten of aan een kolf, dan is dat handig. Dus dat is voor granen een van de belangrijke domesticatie-eigenschappen, dat het makkelijk te oogsten is. Daar is het dus allemaal mee begonnen. Met het feit dat wij onze cultuurplanten, of de wilde planten, in cultuur gebracht hebben. En die uiteindelijk gedomesticeerd hebben. Nou, als je hiernaar kijkt, en daar staat ook nog een prachtig plaatje, dan zie je, dit is een bloemkool. Je ziet dat die net van het land komt. Hij staat nog helemaal recht overeind. Dit is een bloemkool, een kool. En op het plaatje achter mij zie je een prachtig bloeiende wilde kool. Nou, dat is dus het effect van domesticatie, dat je van zo'n prachtig bloeiende geelbloeiende kool, zoiets moois als een bloemkool kunt maken. Nou zal deze bloemkool het op het veld verder ook nooit overleven, want je moet echt je best doen om deze bloemkool weer te laten bloeien. En daar zie je dan meteen, het lot van een cultuurplant is dat hij volledig afhankelijk van de mens is geworden. Deze gaat uiteindelijk wel bloeien als je hem helemaal verwaarloost, maar wil je het echt netjes doen, dan zul je er toch wat aan moeten doen. En dat is wat wij uiteindelijk selectie en veredeling noemen.
Vroeger deden de boeren dat, hè, die groeiden op hun veld een bepaald gewas. En toevallig vonden ze iets wat beter was, wat beter bij hun past. En dat is eigenlijk ontzettend interessant. Als je kijkt naar die duizend jaren of duizenden jaren waarin wij domesticeren, dat ergens iemand wat gevonden heeft. Er heeft ooit iemand een bloemkool gevonden en die dacht van, hé, dat is lekker. En die is daarmee verder gegaan en die moest er echt ontzettend zijn best doen om weer ieder jaar zaad daarvan te krijgen. Nou, echt, ik kan er niet bij dat iemand dat bedacht heeft. Dat geldt ook voor spruitjes en andere koolsoorten. Maar er zijn dus mensen geweest die gedacht hebben, dit vind ik iets bijzonders. En die hebben dat begeleid tot nu aan toe. 100 jaar geleden ongeveer is men begonnen om er een beroep van te maken. Dus was het eerst de boer die dacht van, nou, ik heb een leukere ras, ik heb daar zaad van, ik krijg een nieuwe soort, ik ga ermee verder. 100 jaar geleden ongeveer is men begonnen, weet je wat, wij kunnen dat veel beter als wij een veredelingsbedrijf worden en alleen maar zaad gaan verkopen. En sindsdien is dat in een versnelling gekomen. Want dat bedrijf was niet geïnteresseerd in dat kopje sla wat er zo leuk uitzag. Dat bedrijf was alleen maar geïnteresseerd van hoeveel zaad kan ik nu weer verkopen. En kregen dus een heel andere doelstelling. Nou, vervolgens kwamen wij in het midden van de vorige eeuw achter allerlei processen die wij uiteindelijk probeerden te koppelen aan erfelijk materiaal. Eigenschappen die wij probeerden te koppelen aan genen. Als je resistent bent tegen een ziekte, heb je een resistentiegen. Als je dat nou als idee hebt, dan ga je in de veredeling zoeken naar, kan ik dat resistentiegen door kruisen uit een wilde soort in een cultuursoort krijgen? Nou, als je alleen maar dat bedenkt, dat je enige doel in het leven is, namelijk een resistentiegen inkruisen in een wilde vanuit een wilde tomaat naar een cultuurtomaat, om hem resistent te maken tegen een ziekte, dan is de volgende stap al heel snel gemaakt. Waarom zou ik niet eenvoudig dat gen oppakken en dat meteen in die plant waar ik toch al zo gek op was, of dat nou een tomaat of een bloemkool is, inbouwen? En daar heb je de gedachtesprong genetische manipulatie of genetische modificatie. Nou, als je dat in een paar plaatjes probeert te vatten, dan ga ik dus in één keer heel wat colleges van studenten die hier in de zaal zitten kortsluiten. En probeer dus niet het plaatje te begrijpen, maar probeer het in uw hoofd te begrijpen. Stel je voor, je hebt een bacterie en die bacterie wordt gebruikt als biologisch bestrijdingsmiddel tegen insecten. Dus als jij wilt bestrijden tegen die insecten, hoef je alleen maar een bacteriepreparaat te maken en je bestrijdt dat insect. Dan krijg je een onderzoeker en die zegt van, ik weet hoe dat werkt. Dat is een gen, dat heeft een gifstof en als je dat gen neemt, dan kun je ook dat insect afweren. En dat gen kun je uiteindelijk, en dat is dit cartoontje hierboven in, dit is het schema gen, dat is een stuk DNA en DNA blijkt universeel te zijn. Ik heb DNA, de plant heeft DNA, de bacterie heeft DNA. Daar kunnen we mee knutselen en uitwisselen. Nou, die gedachte leidde toe van, hé, bacterie zorgt ervoor dat het insect doodgaat. Ik ken dat gen. Laat ik dat nou gaan inbouwen in een maïsplant. En misschien dat die maïsplant dan ook giftig wordt voor dat insect. En daarmee tolerant voor dat insect. Nou, dat is een voorbeeld van genetische manipulatie. Een gen uit een bacterie breng je in dit geval in een maïsplant en dan kijk je of de eigenschap van die bacterie in de maïsplant terugkomt. En dat is wat je hier in het hoekje ziet. Je ziet daar een prachtige bruine stengel en dat is een gewone maïsplant. En daar zit een cocon in van een maïsboorder. Die heeft een feestje daar gehad. En dat is voor hem goed afgelopen, maar de plant heeft tegelijkertijd allerlei schimmels gekregen. En die zal uiteindelijk die maïskolf omvallen. Daarnaast staat een plant in hetzelfde veld, maar die heeft dat gen van die bacterie in zich, maakt die gifstof. En dan gaat die maïsboorder gaat er wel even aan knabbelen, maar die denkt nee, dit is echt niks. Die krijgt meteen buikpijn, zoals de cartoon ook al laat zien. En die laat zich los en die gaat ergens anders heen. Nou, dit is wat we tegenwoordig met genetische modificatie proberen te bereiken. Planten te laten beschermen op deze manier tegen een bepaalde ziekteverwekker of tegen een insect. En je kunt zelfs ook planten resistent maken tegen een onkruidbestrijdingsmiddel.
En je hoort al uit mijn verhaal, tot nu toe hebben we eigenlijk niks interessants gedaan, niks slims gedaan. He, want we hadden dat bestrijdingsmiddel, hadden we al. Die bacterie konden we gebruiken zoveel als we wilden. Het zit nu alleen in die maïsplant. Dus het is niks nieuws, het is alleen nu, ik kan het zaad verkopen met deze eigenschap. Nou, hetzelfde geldt voor die onkruidbestrijdingsmiddel, daar heeft u ook misschien al over gehoord. Bedrijf Monsanto, die heeft Roundup Ready sojabonen gemaakt. Dat zijn sojabonen die tegen dat onkruidbestrijdingsmiddel kunnen, die overleven dat. En dat heeft tot gevolg dat, omdat je het overal nu kunt aanbouwen, hè, niet alleen ergens in Amerika of ergens hier in Utrecht. Nee, nu kun je het overal aanbouwen. Dat je bijvoorbeeld in Brazilië, dat je daar veldjes ter grootte van de provincie Utrecht, hè, dus dat is één sojaveldje, dat kun je daar gewoon doen. Je brandt eerst even het oerwoud plat en vervolgens komen er toch geen onkruiden, want je spuit alles erop en dan vervolgens kun je aan de slag. Dat heeft dus niks met genetische modificatie te maken op zich, maar met het feit dat je monocultures kunt gaan aanleggen omdat het kan. En je hoort al uit mijn ondertoon dat op zich genetische modificatie dus mooie doelen heeft. Je kunt de plant beter maken, maar de manier waarop we het nu in de wereld zetten, het is van globalisten, het is van Monsanto en het wordt alleen ingezet voor monocultures, voor voeding die wij niet eens opeten, maar die onze kippen eten. Dat je er toch wel een beetje depressief voor bent van hadden we niet wat beters kunnen verzinnen. Want toen wij dit in 1984 ontdekten en wij, zeg ik, jawel, de Nederlanders hebben dit ontdekt. Daar zijn wij trots op. 1984, daar gaat bij sommige mensen misschien een belletje rinkelen over een boek. Ja? Toen hebben we het ontdekt, Nederlanders. Nu zitten we, nou, wat zijn we? 20 jaar verder. En nog steeds hebben we niks beters kunnen verzinnen dan dit. In het veld. Nou, daar zou je bijna depressief van worden, maar ik niet, want ik blijf genetische modificatie een ontzettend interessante techniek vinden. Niet zozeer om het toe te passen, maar om er onderzoek mee te doen. En daar wil ik jullie de laatste paar minuten dan ook mee amuseren. Want ook wetenschap kan amusant zijn. Jullie hadden net begrepen dat je een willekeurig gen in een plant kunt plakken. Nou, in dit geval bleek dat als je een gen uit een kwal neemt, dat je in een plant een eiwit kunt brengen dat gaat fluoresceren als je er een blacklight op schijnt. Dus hier had ik ze prima neer kunnen zetten. Dat mag niet, want dat zijn genetisch gemodificeerde planten en dat mag ik niet hier neerzetten. Maar je ziet het voor je. Ik kan nu een plant uitrusten met een kwallengen. Ja, jullie zien het niet, ik wel. Maar wat mooier is, je kunt ook zeggen, hey, ik plak dit kwallengen aan een gen waar ik in geïnteresseerd ben, waarvan ik niet begrijp wat het doet. Het kan een resistentiegen zijn, het kan een weet ik veel wat gen zijn. En plotseling is het product van dat gen, het eiwit, ook fluorescent. En ik kan ernaar kijken. Nou, dit is een voorbeeld van een filmpje waarbij we een kwallengen, of dat kwallengen, geplakt hebben aan een eiwit wat de microfilamenten in de cel maakt. En we wisten wel dat die er zaten en we wisten dat die iets met celdeling te maken hadden. Maar als je een filmpje bekijkt van ongeveer 24 uur en je volgt dus dat fluorescente eiwit, dan word je er stil van. Hoe mooi dat hele proces geregeld is. En waar het allemaal precies plaatsvindt. Het is maar één voorbeeld, maar we hebben er nog veel meer. Dit is een voorbeeld waarbij we een eiwitje gekoppeld hebben aan aan kleine membraanstructuurtjes. En vervolgens hebben we deze tomatencellen in een bakje met zout gegooid. Ja, niet gewoon zout water. En wat je ziet is dat die cel kleiner wordt en je ziet allerlei bolletjes erin ontstaan. En wij hebben geen idee wat dat is. En wat is nou mooier als wetenschapper als je beelden kunt maken waar je niets van begrijpt? En waar je weer een vraag bij hebt. Het volgende plaatje, het volgende filmpje is net zo vreemd. Hier wordt een schimmel-eiwitje aan de plant aangeboden. En plotseling gaan zich allerlei bolletjes door deze cel bewegen. Ik heb geen idee wat dit betekent. Maar ik kan in die plant kijken. En ik kan proberen te begrijpen wat voor processen daar plaatsvinden.
Ik zie jullie allemaal lachen. Dus ja, is genetische modificatie nou zinvol? In de wetenschap wel. Dank jullie voor je aandacht.